Deze keer hebben we een thema: vrijwilligerswerk maakt je rijker. En we hebben verschillende mensen hier aan tafel zitten die van alles weten over het vrijwilligerswerk. Vandaar dat ze het je even voorstellen. En rechts van mij op het hoekje zit Peter Vras, voorzitter van de Stichting Voedseltuin Bokstol en Omstreken en lid van het bestuur van de Stichting Veteranen Bokstol. Dankjewel. En Inge? Inge van den Biggelaar, ik ben voorzitter van Omroep Dommeland. Leo. Ik ben Leo de Kort, ik ben bestuurslid en coördinator van het Hobbycentrum. Okay, Bernadette Meijs, bestuurslid van Gemeenschapshuis Trots. Nou, jullie zijn allemaal vrijwilligers, vandaar dat jullie ook aan tafel zitten. Peter, begin even met jou. Hoe komt dat jij nou zo vrijwilliger bent van deze twee stichtingen? Zijn het eigenlijk allebei, hè? Het zijn allebei stichtingen. Ja. Grappig is, ik heb ze allebei helpen oprichten ook. Stichting Veteranen is al wat ouder, zijn we nu 10 jaar mee bezig. Met een aantal mensen hebben we dat opgepakt, 5-koppig bestuur. En we zijn daar nu bijna in ons 10e jaar. We doen dat altijd hier in de Rots. Dus Bernadette ken ik daar erg goed van. Ja. Daarnaast werk ik voor de stichting Voedseltuin, Bokstol en Omstreken. Een initiatief oorspronkelijk van Theodor van Leeuwen. Wij hebben 2 doelen. Wij leveren verse groenten en fruit aan de armoedebestrijding, als je het zo mag noemen. Voedselbank. We hebben nog een stichting, Johannes de 23e in Liemt, waar we ook spulletjes aan leveren. En tweede doelstelling is dat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en gewoon ook nog hele normale vrijwilligers graag een kans bieden om weer in een hele rustige, vertrouwde omgeving, lekker met de handjes in de grond, hun hoofd leeg te maken en weer voor nieuwe kansen en uitdagingen aan de gang te kunnen. Dus dat is zeg maar ons tweede doel. Mooi. Inge, jij bent ook vrijwilliger van de Omroep. Hoe ben je nou daarbij gekomen? Nou, eigenlijk een andere vrijwilliger die vroeg of ik voorzitter wilde worden eigenlijk. En toen was er een interim voorzitter in 2012. En toen heb ik een vergadering bijgewoond. En zo is het eigenlijk gekomen. Ja. En wat levert dat nou op, voorzitterschap, als vrijwilliger? Dat levert wel veel op, maar niet financieel, zeg maar. Nee. Maar het is meer het sociale. Maar ook een stuk leerproces, zeg maar, wat je meemaakt. Het is natuurlijk heel veel techniek bij Omroep Dommeland. Maar er zijn zoveel facetten daar waar je van kunt leren. En dat is voor mij heel interessant. Ja. Daar kan ik mijn energie uithalen. Maar vooral ook de andere mensen waar je mee samenwerkt. Die hebben 1 doel, gezamenlijk doel. En dat is toch iets met elkaar neerzetten op een vrijwillige basis. Ja, snap ik. Dus dat is heel mooi. Ja, zeker. Ja. Ja, zeker. Ik ga even naar de andere tafel. Bernadette, op het hoekje. We zitten nou in jouw locatie, waar jij actief bent. Ja. Vertel eens, wat is nou precies jouw functie? Ik ben bestuurslid binnen de Rots. Dus ik, samen met andere bestuursleden, doe het nooit alleen, sturen we de stichting eigenlijk aan. En een van de dingen is met vrijwilligers werken, zorgen dat er activiteiten plaatsvinden van groot tot klein. En ik speel daar een coördinerende rol in en ik heb daar een stukje financiën onder mijn hoede. Dus dat is eigenlijk mijn voornaamste taak. Leo van het Hobbycentrum. Ik ben ruim 3 jaar geleden gestopt met werken en toen is het Hobbycentrum ongeveer opgericht. En ik dacht, ik ga leuk timmeren, want dat was een van de hobby's en is nog steeds een van de hobby's die je daar kunt doen. En dat heb ik ook gedaan, maar ik werd ook meteen gestrikt voor een bestuursfunctie. En sinds die tijd kom ik dus heel veel in het Hobbycentrum. Dus samen met Marieke Dijkshoorn coördineer ik de hele organisatie. En ik ben daar dus regelneef, om het zo maar te zeggen. Leuk. Ja. Helemaal actief. Ja, ja. Peter, en wat levert jou dat nou op als vrijwilliger om daar te werken? Het geeft heel veel energie om te zien dat anderen er heel veel baat bij hebben, als ik het zo mag zeggen. Ja. Zoals in het kader van de voedseltuin leveren wij groenten aan en fruit aan de voedselbank en aan andere stichtingen. Dat is
heel fijn om te merken dat die mensen dat ze bijzonder waardeerden. Ja. Ja, en daarnaast bij de veteranen. Ja, als je die oudjes wel eens gezien hebt. Omroep Dommeland heeft er ook wel eens aandacht aan besteed aan een reportage. Ja. Dan zie je mensen van 93 zie je binnenkomen en met hun rollators. Dat is gewoon zo mooi. Die zijn zo trots dat ze nu eindelijk gewaardeerd worden voor datgene wat ze vroeger hebben gedaan. Ja. Dus dat is wel heel mooi om te zien. Ja, en daarnaast, ik ben zelf ook veteraan, dus ik vind het ook fijn dat dat voor mij is. Ja, inderdaad. Daar steek je zelf ook altijd wel een hoop van op. Hè? Precies. Ja. Vrijwilligerswerk maakt je rijker. Inge, jij bent dan de voorzitter, maar je kunt natuurlijk van alles doen bij zo'n omroep. Ja, we hebben natuurlijk als Omroep Dommeland hebben we meerdere bestuursleden. Dus een penningmeester, een secretaris en een aantal bestuursleden. En die zijn ook allemaal vrijwilliger natuurlijk. Ja. En die werken ook allemaal op de werkvloer. Jullie hebben ze allemaal wat meerdere functies? Ja, bij ons hebben we allemaal wat meerdere functies. Dat schept ook een band. En wij proberen op die manier iets moois neer te zetten voor de rest van het Boksel en ook voor en omstreken. Ja. Ja. Want net zoals het hobbycentrum is weer totaal heel iets anders, Leo, hè? Ja, dat is... Je gaat timmeren en voor je het weet zit je met je neus tussen de paparazzen. Ja. Ja, maar dat geldt gelukkig niet voor iedereen. Nee. Ik vind het heel leuk om te doen. Maar wat voor mij de belangrijkste reden is, ik ben gestopt met werken. Ik heb nog heel veel energie en ik wil ook zinvol bezig zijn. En wat ik wel heel leuk vind is, daar komen gemiddeld 250 mensen in de week. Zo. En die komen een halve dag een hobby doen en die komen daar met heel veel plezier. Dus het is er heel gezellig. Want wat doe je daar allemaal dan? Hobbyen? Wat is dat dan? We hebben 30 verschillende activiteiten, dus ik kan ze niet allemaal opnoemen. Nee. Maar er is bijvoorbeeld bloemschikken, houtbewerking, heel veel schildergroepen. Keramiek is er, we hebben diverse beweeggroepen, dus gym voor ouderen. Meditatie, er zijn dansgroepen, er is yoga. Er is glas en lood, en daar heb ik ze al voor een groot deel genoemd. Maar mensen kunnen daarop inschrijven en die komen dan een halve dag bij ons hun hobby bedrijven. Ja. En er zijn dus bijvoorbeeld, als ik wil gaan keramieken, dan kan ik gewoon me daar inschrijven. Ja. Ik betaal daar gewoon cursusgeld voor. Ja. Maar wat is dan bij jullie de vrijwilligers? Waarvoor hebben jullie vrijwilligers nodig dan? Ja, we hebben ongeveer 50 vrijwilligers en dat zijn ruim 30 begeleiders van activiteiten. Dus we hebben een begeleider voor keramiek, we hebben een begeleider voor hout en voor de gymlessen. Dus iedere activiteit wordt begeleid door iemand die er verstand van heeft of ervaring mee heeft. En die wordt wel betaald? Nee, allemaal vrijwillig. Dus alles is vrijwillig? Ja, we hebben 50 vrijwilligers. En daarnaast, we hebben dus 250 bezoekers in de week. Dus we hebben een aantal gastvrouwen en gastheren die zorgen voor de koffie, voor het open doen. En we hebben iemand die de computers bijhoudt, want dat had ik nog niet gezegd. We hebben ook allerlei computerlessen. We hebben een gebouwbeheerder en we zijn eigenlijk een klein bedrijf. Ja. En dat moet gerund worden. Nou, en dat is een van mijn taken. Ja, leuk hoor. Ja. Ja. Bernadette, en bij jou? Jullie hebben ook natuurlijk allemaal vrijwilligers bij de Rots. Wij werken allemaal met vrijwilligers. We hebben één betaalde beheerder in dienst. Ja. Dus die heeft zijn taken om bepaalde zaken, net als inkopen en dat soort zaken, te doen. En verder zijn het echt allemaal vrijwilligers die achter de bar staan, die mee een body and mind beurs organiseren, die een hobby crea markt organiseren. Dus dat zijn dingen die allemaal door vrijwilligers gedaan worden. Zijn die vrijwilligers nou bijvoorbeeld, zegt er iemand dan denkt, nou ik ga naar de Rots en ik wil vrijwilligerswerk doen, maar ik kan alleen maar 2 of 3 dagen of 2 ochtenden. Dat kan dan bijvoorbeeld? Dat is geen probleem. Okay. Daar zijn we zelfs heel blij mee, want je hebt een bepaalde bezetting. En bepaalde dingen worden door vaste vrijwilligers gedaan, maar er zijn ook grotere activiteiten. Dan heb je extra handjes nodig. Ja. En dan is het heel fijn dat je een lijstje met vrijwilligers zou hebben. Van, we hebben dan en dan extra handjes nodig. Kun jij een middag meehelpen? Ja. Of kun jij een avondje meehelpen? En dat is niet alleen door de week. Nee. Ook niet alleen 's avonds, maar is ook in de weekenden. Ja. En dat is iets wat bij ons af en toe wel eens lastig is. Ja. Wat vind jij, wat levert het op om vrijwilliger te zijn bij de Rots? Als ik naar mezelf kijk, ik vind het sociale heel erg belangrijk. Je bent in contact met anderen, je werkt in een team. En dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ja.
Dus je komt achter die geraniums uit en ja, je ontmoet mensen. Ja, ja, en, ja, het is, ja in welke leuk. Vorm dan ook. Ja. Ja, het is ontmoeten. Het is ontmoeten, ja. Het is niet alleen een stukje administratie doen, maar het is ook ja, zorgen dat er een groep gasten zich welkom voelen. Ja, als gastvrouw of zo. Ja, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dus de afwisseling. Ja. Het is niet steeds hetzelfde. Nee. Dat is voor mij persoonlijk. En ik weet van andere vrijwilligers die ook in een wat armer sociaal isolement zitten. Die het ook fijn vinden. Hey, ik heb een doel. Ja. Ik dien nog ergens voor. Ja. Dat is ook voor een aantal mensen heel belangrijk. Ja, ja, want het leuke is, omdat we hier, ja, jullie zijn allemaal verschillend. Iedere vrijwilliger die jullie willen hebben, die heeft ook iemand die bij het hobbycentrum is toch weer heel anders dan bij een voedseltuin. Want dan ga je dus, dan moet je echt meer van de natuur houden. Als je als vrijwilliger. Nou, we hebben ook mensen nodig die koffie zetten. En timmeren. En timmeren en schilderen en andere dingen kunnen doen dan alleen maar groenten wassen. Bijvoorbeeld, hè, want het moet wel een beetje netjes naar de voedselbank toe. Dus we hebben niet alleen maar mensen die schoffelen. Of die echt plantjes. Tuinieren, of... Nee, maar we hebben ook mensen die in de periferie daarvan hebben we ook nodig. Ja. Hè, dus die gewoon voor de andere zorgen die aanwezig zijn. Zoals jullie dat eigenlijk ook hebben. Ja. Hè, door gastvrouwen, gastheren. Nou, wij hebben geen gastvrouwen, gastheren nodig. Maar wat we wel zien is, en dat geeft Bernadette ook heel goed aan, het sociale element is enorm belangrijk. Erbij horen. Ook voor de mensen die aanwezig zijn en hun activiteit komen uitvoeren. Ja, dat is ook het sociale aspect, zeg maar, waar het allemaal om draait als vrijwilligers. Ja. Want heel veel mensen die vrijwillig zijn, op werkbasis, die werken of die hebben geen baan meer. Of soms hebben ze nog wel een baan, maar hebben ze verder geen hobby's. En dan kan je bijvoorbeeld... Kinderen zijn de deur uit, ze hebben meer tijd. Ja. Of, en dan zijn vaak ook vrouwen, maar er zijn ook vaak mannen, die dan gewoon echt iets zoeken waar ze ook iemand anders mee kunnen helpen weer. Ja. En bij ons is het natuurlijk een hele andere tak. Want bij ons is het natuurlijk meer op basis ook heel divers. Maar camera, editing, maar ook gewoon het technisch gebied. Op allerlei vlakken, zeg maar. Maar ook een gastvrouw die we wel. Visagie. Want Inge, bijvoorbeeld, zeg nou dat iemand denkt, ik zou best wel eens iets met zo'n camera willen, maar ik kan er niks van. Ja. En die zegt het, ik zou er willen, maar ik kan er niks van. Hoe moet ik dat doen? Ja, gewoon, dan zijn ze hartstikke welkom. Want dan krijgen ze een cursus, of hoe gaat dat dan? Nou, we hebben heel veel vrijwilligers die gewoon heel capabel zijn. En die gewoon echt alles van camera's weten. En die dan gewoon zo iemand bij de hand kunnen nemen. Maar we hebben bijvoorbeeld, als je zegt van, ik wil heel graag in de journalistiek. We hebben ook vrijwilligers die e-learning doen. En die geven dan een basiscursus. Wat is dat? E-learning, dat is eigenlijk via internet dat jij je cursus volgt. En, dan doe je examen. Maar dan word je begeleid door een van onze vrijwilligers. Die daar een diploma voor heeft gehaald. Bij het NLPO is het. Ja. En die geeft dan die cursus. En zo kun je dan jezelf gewoon ook echt verbeteren. Echt ontwikkelen. Ja, en dat is vaak ook, dat willen ouderen, maar ook jongeren. Dus denk allemaal aan Giel Beelen. Ja, die is natuurlijk ook ergens begonnen. Dat was bij een lokale omroep. En, en die zit, ik hoef niks over te zeggen. Wat hij nu iedereen doet. Kent hem, ja. Ja. Dus, maar ook onze cameramensen, die kunnen ook andere mensen begeleiden. En uitleggen hoe iets werkt. Samen mee op pad gaan. Samen gaan filmen. Maar zo is er ook het editing verhaal wat erna komt. Hè? Want je hebt wel een film, maar het moet natuurlijk ook allemaal aan elkaar gebreid worden. Ja. Nou, daar hebben wij allemaal mensen voor die dat gewoon heel goed kunnen en die daar ook anderen mee kunnen helpen. En dat is mooi, hè, als je elkaar op die manier kunt helpen. Ja, dat is heel als vrijwilliger. Als vrijwilliger, hè? Want er zit geen druk achter dan. Nee. Hè? Ik bedoel, als je een salaris krijgt, dan moet je eigenlijk ook gaan waarmaken, zeker in deze tijd. En het is ook wel heel relaxed dat je iets kunt gaan doen omdat je het leuk vindt. Ja, want Leo, dat is bij jullie natuurlijk ook. Ja, ja. Even aansluitend op het vorige. Ons motto is ontmoeten, leren doen. Dus dat sociale aspect kwam al aan bod. Mm. Dus ontmoeten tussen vrijwilligers, maar zeker ook tussen de bezoekers. Maar ook leren. En je kunt dus van een ander leren, maar je kunt ook iets aan een ander leren. En je moet bezig zijn. En op ons aanmeldingsformulier kun je onder aangeven dat je een speciale ervaring hebt. Dus we hebben sinds een jaar hebben we bijvoorbeeld Spaanse les voor beginners. En dat is iemand die een Spanjaard van origine. En die geeft nu bij ons Spaans voor beginners en Spaans voor gevorderden. Dus dat
Ja, die spreekt natuurlijk vloeiend Spaans. En die kan op zo'n manier nog iets van wat hij kan overbrengen aan anderen. Dus dat maakt het heel leuk. Dat mensen iets kunnen leren, maar ook waar ze zelf goed in zijn, ook aan anderen leren. Ja, want dan krijg je ook een kick van, als dan je krijg door je kunt kick geven van. Natuurlijk. Ja, ja. Hè? Dus jullie centrum draait dus eigenlijk alleen maar op vrijwilligers. Ja, ja. Dus als je die niet zou hebben, dan zou het hobbycentrum boksen al op zijn gat liggen. Ja, dat is wel zo, ja. Want wij hebben een relatief kleine begroting en wij leven van de bijdrage die de vrijwilligers geven. En, de cursisten bedoel je? De cursisten. Ja. Wij hebben dus ook geen geld, dat vond ik wel leuk van jou om te horen, een beroepskracht. Ja, daar ben ik wel een beetje jaloers op, want als je alles met vrijwilligers moet doen, dan komt er wel een hele zware last op die vrijwilligers. En, nou ja, ik ben een van hen. En ja, er zijn tijden dat ik 3-4 dagen in de week voor het hobbycentrum werk. Ja. En dat is af en toe te veel. Ja. Dus jullie zouden bijvoorbeeld op bestuursniveau, zou jij wel een maatje bij kunnen gebruiken? Gelukkig hebben we die sinds kort. Oh, dat is leuk, en dus op dit moment zijn we op volle kracht en daar ben ik heel blij mee. Hmm. Maar het is altijd wel zoeken om voldoende bemensing te krijgen. Ja. Ja. En ja, vrijwilligerswerk, het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. En dat maakt het soms lastig, want mensen moeten zich dan ook binden. En niet iedereen wil zich echt binden. Dat... Ja, maar dat is natuurlijk... Ja, bij jullie iets meer, maar als je een cursus gaat geven als vrijwilliger... Ja, dan moet je van een heel schooljaar, dan moet je dat wel afmaken. Ja, ja. Terwijl bijvoorbeeld net bij jullie zou iemand kunnen zeggen... Nou, ik kom wel de woensdag en de dinsdag, of de dinsdag en de woensdag... Dan zou je het ook wel fijn vinden, dat het toch ook is natuurlijk. Ja, maar er zit natuurlijk minder, dat is wel iets losser, denk ik. Nou, tot op zekere hoogte, want je rekent wel op de mensen. Je hebt wel die handjes nodig met die activiteit... Dus als jij als de vrijwilligers ingepland worden voor een activiteit, dan reken je ook op die handjes. Ja. Ja. En als mensen dan een uur van tevoren zeggen van, goh, mijn grote teen jubelt, ik kom niet, dan hebben wij wel een probleem. Ja. Want dan gaan wij de last bij de andere vrijwilligers wel zwaarder leggen. Ja. Ja. En ja, dat is iets wat je toch een stukje de vrijwilligers in wilt beschermen. Ja. Je wil ze ook niet overvragen. Dat is iets wat je ook niet wil. Nee, maar dan houden ze het ook niet vol, hè? Nee. Het leuk zijn. Ja. Ja, het ligt er ook aan natuurlijk waarom iemand vrijwilliger wordt. Is het alleen maar voor de sociale contacten? Of is het ook iemand die, hè, net zoals jij zegt, ik ken Spaans. Ja. Ik ga ervoor. Mm-hmm. Die zijn ook weer op een andere manier betrokken bij een zaak. Als iemand die zegt, nou, ik vind het wel leuk. Maar wat proberen, ook goed is natuurlijk. Ja. Maar daar kun je misschien minder mee. Ja, maar wij proberen wel op het moment dat wij afspraken maken met vrijwilligers... altijd rekening te houden met hun vakanties... Ja. En sommigen zeggen, ik ben er alleen maar in de winter, want in de zomer ben ik op reis. Ja. Of ik kan alleen maar op maandagavond. Nou, dan plannen we die dingen op maandagavond. Ja. Dus je organiseert wel om de vrijwilligers heen en je houdt rekening met hun wensen en hun mogelijkheden. Ja. Anders lukt het sowieso niet. Nee, nee. En eigenlijk alle leeftijden zijn welkom bij jullie. Nou, wij hebben vooral ouderen, 50 plus. Toch? Ja. Waarom is dat dan? Nou, het... Het is een hobbycentrum voor ouderen. Het is destijds opgericht met als doel om ouderen, ook zeker als ze kleiner gaan wonen, nog een mogelijkheid bieden om een hobby uit te oefenen. Ja. Want de gedachte is, ouderen gaan kleiner wonen en die komen soms ook wat eenzaam of wat dan ook. Dus dan heb je een mogelijkheid en een locatie en een mogelijkheid om samen met anderen iets te doen. Ja. En het zijn dus vooral ouderen. En 90% is boven de 60 en... Nou ja, dat loopt op tot 85 of zo. Ja. We hebben dus ook een lift. Fijn, ja. Dan weten we dat. Ja. Ja, maar Peter, bij jou is het weer toch een... Ik denk dat jij ook wel, of jullie, voor de voedseltuin weer andere soort vrijwilligers aantrekken. Wij hebben doeners nodig. Mensen die wel actief zijn. Actief zijn. Dus ook vooral lichamelijk, fysiek actief, bedoel je? Nou ja, ja, je moet wel... Je moet met die handen in de kunnen haren. Plukken of je moet wel kunnen planten, oogsten. Ja. Dat zijn wel de dingen die bij ons aan de orde zijn. Ja. En die vies zijn van een regenbuitje. Nee, als het hard regent gaat, mag je wel naar binnen. Ja, hoor. Dat mag ook. Ja, het is geen slavenwerk. Nee. Nee. En vrijwillig en vrijblijvend, daar zit wel een verschil in. Ja. Geldt hetzelfde voor, je moet niet, gewoon niet opkomen dagen. Ja, dat is verschrikkelijk. Want we rekenen wel op je. Ja. Ja, de bezetting voor die dag is wel... met jouw aanwezigheid erbij bepaald. Dus zorg dan ook dat je er gewoon bent. Ja, want werken jullie dan bijvoorbeeld
als je dan met zoveel vrijwilligers werkt en je bent er afhankelijk, maken jullie schema's voor, ja, voor ja. een maand of voor ja. een half jaar of drie ja. maanden? Alle gastheren en gastvrouwen maak ik wekelijks of maandelijks een rooster. En dat stuur ik per mail toe en dan ziet iedereen wanneer die is ingeroosterd. Ja. En de afspraak is, als je een keer niet kunt, nou ja, ruil dan met een ander. Ja. Maar we werken dus wel met roosters. Dat zou wel kunnen, hè? Dat ja. je met elkaar ja, onderling ja, ruilt. Ja, dat is geen enkel probleem. Ja, ja. Maar, dus hebben jullie ook, Bernadette? Dat gebeurt wel een enkele keer, maar dat, hier wordt wel met roosters gewerkt. Ja, ja, maar wel ja. Ook op, dat je een aantal weken van tevoren weet. Grotere activiteiten weten de vrijwilligers vaak ja. wat verder van ja. tevoren, maar de rest wordt per week bekeken. Ja. Dus, o, toch? Ja. Omdat er elk, het is hier nooit hetzelfde. Ja. De ene week hebben we... Jullie hebben wel vaste dagen natuurlijk, bijvoorbeeld dat er een line dance of zo is. Ja, line dance is er. Dat, ja. is de, dat staat allemaal wel vast. Ja, en daar hebben we gelukkig over het algemeen vaste vrijwilligers op staan. Ja. Ja. Dat is ook ja, duidelijk, hè, voor ja. die mensen. Maar dan kan dus iemand ziek zijn, iemand met vakantie zijn. Dus ja. dan wil je graag vervanging hebben. Ja. Dat wordt dan onder elkaar vaak wel opgelost, wel door middel van planning. Maar je zit ook met die grote activiteiten. Ja, want Inge, net zoals bij de omroep, dan werken we, of tenminste, toch met een vast team. Hè? Zeker voor Dommeland Live. Ja. Daar heb je echt vaste mensen altijd. Hè? Mm-hmm. En als je nou daar vrijwilligers voor wilt hebben, dan... Je kunnen daar dan zo inrollen, of hoe gaat dat dan? Of ja, het lijkt mij dan ook weer dat als je een vast team hebt... Dan is het goed. Dan is dat teamer. Mm-hmm. Dan heb je daar geen vrijwilligers meer voor nodig. Jawel, we kunnen toch? Altijd vrijwilligers gebruiken. En wij werken daar ook met een schema. En dat wordt dan door een coördinator gemaakt. Die stuurt dat rond naar de vaste kern, zeg maar. Die dan in de redactie van Dommeland Live zit. Zodat die mensen weten wanneer dat ze op die dag moeten filmen. Ja. En aanwezig zijn, zeg maar. Maar wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Die komen dan bijvoorbeeld achter een camera staan... Om mee te kijken. Ja, om mee te kijken. En dan op een gegeven moment gaan ze iets steeds een stapje verder. Ja. En dan worden ze begeleid, zeg maar, door de mensen op de werkvloer. En voornamelijk die dan daar aanwezig zijn uiteraard. En zo komen ze iedere keer een stukje verder in aanraking met het filmen. Ja. En met alle dingen die daar omheen zitten. Ja. Dat is natuurlijk heel iets anders dan het hebt. Hè? Ja. Wij hebben wel activiteiten, maar dat is op een andere manier, zeg maar. Ja. Als er nieuws is... Dan moeten wij op dat moment mensen hebben die daar naartoe kunnen gaan. En daar kunnen we echt nog wel... Ja, want je kunt niet alle evenementen die in Boxen, want het is zoveel. Dat zouden wij heel graag willen. Ja, dat snap ik. Echt, we zouden ieder evenement willen filmen. Maar het probleem is dat wij daar dus vrijwilligers tekort voor hebben. Ja. En, maar daarom hebben we wel de vaste programma's, zoals Dommeland Live. Ja. Een goed gesprek, ja. wat wij uitzenden dan en wat jullie maken. En Boxen natuurlijk... Ja. We hebben Telebingo, we hebben Bert draait door, we hebben, maar voornamelijk Dommeland Live is een live programma en dat vergt natuurlijk veel meer van mensen dan dat je zeg maar op pad gaat. Van tevoren is er ook nog een heel werk en dat is een redactie die daar hard aan werkt om allerlei onderwerpen te zoeken, de mensen te benaderen. Dat hele draaiboek in elkaar te zetten en te steken. Ja. Dus dat is heel veel werk en daar kunnen we ook echt nog heel veel mensen voor gebruiken. Dat snap ik, want die kunnen op roet gaan om de nieuwtjes en alles wat er op dat moment speelt, om dat misschien binnen te halen. Binnen te halen, ja. En dat is natuurlijk super interessant voor de kijker weer, want dan speel je wel in op de actualiteit. Ja, vrijwilligerswerk maakt je rijker. Ik zit hier zo te luisteren en dat is ook gewoon. Hè? Gewoon al dat het, wat zo bijzonder is, wat ik vind, is... Zeg dat je inderdaad stopt met werken of dat je gedeeltelijk werkt. Ja, je kunt inderdaad thuis gaan zitten en gaan zitten balen. En de hele dag op de bank zitten voor Netflix of wat dan ook. Maar je kunt je eigenlijk ook zeggen van, ik ga eruit. Ja. Ik ga iets doen, ik ga... Ook al heb je dus nog wel gewoon werk. Ik bedoel, ik ben gevraagd en toen zeiden ze... Ik zeg, maar daar heb ik denk ik geen tijd voor. Oh ja, maar dat is maar 4 of 5 vergaderingen in het jaar. Dat kan je makkelijk. Nou. Ja. Ook gestrikt. Zo zijn we er allemaal in getrapt. Ja, leuk. Ja. Maar wel leuk natuurlijk. Ja. En natuurlijk zijn er dan tijden dat je denkt... Oh, het gaat helemaal boven me. Groeit echt te veel. Maar... Je haalt toch altijd wel je energie eruit en dan ga je toch weer even verder. Dat kennen we denk ik allemaal wel, hè? Dat je af en toe denkt van, wel heel veel nu. Ja. Hoe gaan jullie daar eigenlijk mee om?
proberen even een tandje terug te doen en dingen gewoon skippen. Ja. Gewoon dingen te zeggen van nou, dit wil ik wel, maar dit gaat gewoon niet. Dit is te veel. Mijn agenda zit vol, klaar. En proberen anderen te vragen om dingen van je over te nemen. Maar er zijn gewoon heel veel momenten dat dat gewoon niet lukt. Dus ja, dat is gewoon lastig. Dat is het gevaar, hè? Als je er zo voor gaat, dat je uiteindelijk over je eigen grens gaat. Hè? Ja. En dat je ervoor het helemaal in zit en je denkt, hé, het lijkt gewoon mijn werk. Kindje wel. Ja, kindje. Ja, een soort kindje, hè? Ik heb dat nou ook met die verhuizing. Oh. Ja, ik geloof het best. Dat je er zo in zit om het allemaal goed te doen. Je rolt erin als voorzitter. En voor je twee denk je, ik pak die kwast even, doe gauw dat muurtje even tekst, is het maar gebeurd. Ja. Ja, ik ben regelmatig gastheer. Ja. En dan vul ik gaten in het rooster. maar ik doe het ook omdat ik het heel leuk vind. Want dan zijn er een paar groepen. En wij hebben, iedere groep heeft een koffiepauze. Dus dan zorg je dat er koffie is. En dan komt iedereen in de koffiekamer. En dan wordt er behoorlijk geklept. En dat is gezellig. En dan merk je dat mensen heel blij zijn. En nou ja, daardoor word ik ook blijer. En mensen hebben goede zin. En nou ja, dus dat is vooral die sociale ontmoeting. En zeker als gastvrouw of gastheer, zit je daarbij. Ja, snap ik. Als nou een vrijwilliger bijvoorbeeld zegt van, het is toch niet mijn ding. Kan. Ik hou toch niet zo van tuinieren, met een kapsel zakt heel het in. Van al die regen en de wind. Kijk, het nadeel van ons is dat het seizoenswerk is. Ja. Is het nou niet bijvoorbeeld een optie, maar jij, nou begin ik gewoon maar wat te verzinnen. Ja, je hebt dan zo'n voedselbank met zoveel mensen. Ja. Die thuis zitten, die misschien ook het allemaal niet allemaal... We hebben er een aantal van de voet. Ja, toch. Ja, want dat wou ik net zeggen, hè. Ja. Het zou ook wel heel leuk zijn als ze meekwamen helpen om er eigen groenten mee te helpen verbouwen. Ja. Als ze het zo iedere maand of iedere week krijgen, hè. Ja, klopt. Eens. Dan, helemaal eens. Maar dat zou wel iets meer kunnen zijn. Onze doelgroep, dat ze ook meedoen. Ja. Dat is mooi, ja. Nou, we hebben twee groepen waar we op dit moment aan leveren. Dat is Johannes 23. Ja, wat is dat? Dat is een gezinsvervangende opvang. Gezinsvervangende opvang? Vanuit de stichting Johannes 23. Dat wordt geleid door diaken Pier Paolo Flesia. En dat zit aan de Liemseweg. En die mensen die eigenlijk in Europa nergens meer terecht kunnen, omdat ze geen huis, haard of goed hebben. Pier Paolo is, en zijn vrouw, die vangen die mensen op. Die zorgen ervoor dat ze weer een structuur krijgen in een gezin. Met taken die ze moeten uitvoeren. Maar een van die taken kan zijn dat ze bij ons komen werken. Het is natuurlijk ook, als je vrijwilligers gaat doen, werk gaat doen. Hè, net zoals jij zegt, Leo, ben ik gestopt met werken. Dan heb je het financieel ook op orde. Geregeld. Dan is het ook leuk om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ja. Dat is een andere insteek als inderdaad als je zegt... Ik moet. Of ik krijg het allemaal niet meer voor elkaar. Ja, en als je dan zo ergens kunt gaan werken, dat zou me dan toch... Ik kan me voorstellen dat je daarvoor kiest. Mm-mm. Ja, en je hebt natuurlijk verschillende soorten vrijwilligers. Ja. Er zijn natuurlijk mensen die gepensioneerd zijn. En jongeren melden zich ook steeds meer aan. Onze jongste vrijwilliger is 17. Ja. Vind ik toch knap, want tegenwoordig hebben jonge lui het heel druk, hè? Met scholen en alles wat ze moeten doen. Vind ik toch knap. Als ze dan toch, hè, ze moeten werken, bijverdienen hobby, om alles te kunnen bekostigen. Ja, maar de hobby is dan... Ja, dan is het wel is leuker. Is het bijvoorbeeld dan film of zo? Ja. Of misschien wel journalistiek of iets in de redactiewerk. Dan kan je dat wel... Heel leuk. Ja. Nou, ja, wij bieden ons al aan als maatschappelijk stage. Ja. Kom maar, graag. Maar want we hebben zo 8 weken dat je een paar keer langs kunt komen voor je in petto, hoor. Ja. Graag. Ja. Je moet het wel leuk vinden. We hebben een hele goede ervaring mee. Ja. Inmiddels. Maar het is wel hartstikke leuk om zo'n kereltje van 15, 16 dan... En hij is er ook mee geholpen. Tuurlijk. Want hij kan toch zijn punten daardoor halen. Exact. En hij kan weer verder met zijn studie. Ja. Ja, dus dat is wel heel mooi. Het zou leuk zijn als we daar meer van krijgen. Ja, dat kan me voorstellen, ja. Want Bernadette, wat doen jullie eraan om een vrijwilliger te houden? Om te beginnen warm bad zorgen. Zorgen dat ze zich welkom voelen. Ja. En zorgen dat ze zich ook nuttig voelen. Want om een vrijwilliger in huis te halen en die duimen loopt te draaien en niks te doen heeft, dan wordt de vrijwilliger nooit gelukkig van. Dus dat is een stukje wat we doen. We proberen altijd ook een stukje als tegemoetkomen voor al het werk wat iedereen doet.
in de zomermaanden te zorgen dat er een vrijwilligersbarbecue is. Zorgen dat er met rond de kerst een kerstborrel is. Als mensen hier zijn, krijgen ze een hapje te eten. En jullie idee, hoor? Nou, ongeveer vergelijkbaar, ja. Maar niet zo luxe als bij de Rots. Nee. Maar wij hebben inderdaad ook aan het einde van het jaar een bijeenkomst en voor de zomervakantie. En het is denk ik heel erg belangrijk om ook aandacht te besteden aan de vrijwilligers en goed af te stemmen. En ja, de vrijwilligers komen ook vooral omdat ze het zelf leuk vinden, omdat ze iets willen doen voor anderen. Ja. Maar die het bezig zijn met groepen, dat is voor hun natuurlijk ook een geschenk. Want ze vinden het leuk om met die groep bezig te zijn. Dus het grootste geschenk, denk ik, is een groep te begeleiden die tevreden is en die gezellig is. Ja. Is ook natuurlijk heel anders, ja. Hè? Ja. Ik bedoel, als je hier komt alleen voor koffie of gastvrouw, is dat ook weer oké, er is niks te doen, sta ik hier. Maar als je een cursus gaat doen en er zit een hoop cursisten en die zitten allemaal van, kan hij goed. Ja. Ik probeer wel zo te plannen dat er altijd iets is. Stel nou dat er een middag is en er is nauwelijks een activiteit. Dan geef ik iemand de sleutel mee en dan zeg ik van nou regel het maar zelf. Want dan zet ik geen gastvrouw in. Want als die komt bijna van oppes en dat gebeurt 3 keer, dan komen ze niet meer terug. Dus je moet wel zorgen dat mensen zinvol bezig zijn. Ja. Dat hoor ik wel zo in de wandelgangen, dat ik ook vrijwilligers ken. Die iets gaan doen en dan daar gaan zitten en dan komt er niemand of er wordt niks gedaan. Ja. En die zeggen dan, ja, ik voel mijn eigen gehoor. Het is gewoon niet leuk. Ja. En daarom is het gewoon belangrijk dat je ook een uitdaging geeft. Ja. Hè? Ja. Ja. Dat is bij ons wel, vind ik, dat wij ze een uitdaging kunnen geven om... om te leren. Om te leren, En om iets te ontwikkelen. Coaching. En coaching. En coaching. Ja. Gewoon belangrijk. Iemand die jou helpt. Dat is wat jij er straks ook zei over die cameraman. Ga er maar naast staan. Ja. Maar die jou helpt en vertelt... Dit moet je doen, pak dit op, daar moet je nog even mee wachten. Dat het gewoon een stukje coaching is. Ook in de sociale interactie, dat je weet van, oké, dit kan ik oppakken, dat kan ik al risicoloos, gevaarloos. Want bij ons komen er ook wel, je zit toch met schoffeltjes aan de gang. En, maar risicoloos kan ik dat en dat best doen. Ja. Nou, coach iemand, ga er even bij staan. En zo'n coach heb je wel nodig Ja, snap ik. Want net zoals bijvoorbeeld, nou hebben we dus vrijwilligers op de werkvloer. Maar bijvoorbeeld, Leo, een bestuursfunctie, hè? Dat is toch een andere manier van vrijwilligerswerk, hè? Je kunt niet zomaar voorzitter, penningmeester, secretaris worden. Je hebt dan toch iemand die daar ook ervaring in heeft, denk ik, nodig, hè? Ja, is daar bijvoorbeeld tekort aan? Op dit moment niet. We hebben op dit moment 6 bestuursleden. Maar het is wel toch wel zoeken voordat je geschikte mensen krijgt. En je moet inderdaad zoeken met mensen die ervaring hebben in financiën of wat dan ook. En wat het extra moeilijk maakte is dat we hebben 6 bestuursleden. En wij vinden het belangrijk dat de meerderheid van het bestuur ook daadwerkelijk in het hobbycentrum komt om ook andere dingen te doen. Dus we willen geen bestuur op afstand. Dat mag voor 1 of 2 bestuursleden, dus die staan wat meer op afstand. Maar we vinden het heel belangrijk dat bestuursleden ook door de week een gezicht laten zien. En dat ze dus bekend zijn bij de bezoekers, maar zeker ook bij de vrijwilligers. Ja. Maar dat is natuurlijk ook voor de leeftijd. Ja, voor de leeftijd maakt het wat makkelijker, ja. Ja, want je hebt natuurlijk ook of functies in een bestuur. Maar bijvoorbeeld jonge mensen kunnen doen die nog volledig in het arbeidsproces zitten. Ja. Die zeggen, God, ik ga Stichting De Rots helpen. Ja. Maar die zijn dan wel op afstand of onzichtbaar. Toch, zeker? Ja. En bij jullie zitten ze meer verweven met alle cursussen. En alles. Ja, en wij hebben dus bijna alle bestuursleden bij ons zijn ook gepensioneerd op 1 na. Ja. Nou, onze secretaris die werkt nog en die kan dan wat minder doen. Maar zijn bijdrage is wel heel waardevol. Ja. En dan staan tegenover andere bestuursleden die er iedere week wel komen. Ja. Dus dat proberen we zo te doen. En dan met elkaar de dingen besturen, goed door te spreken. Ja. En het is ook wel goed om een paar mensen erbij te hebben die wat meer op afstand naar iets kunnen kijken. Dus, want ik zit er bijvoorbeeld dagelijks in. En een ander kan dan wat meer van afstand naar dingen kijken. En die mix proberen we te krijgen. En we zijn op dit moment heel gelukkig, want we hebben een goed bestuur. Ja, fijn. Dat is al heel wat waard. Ja. Jullie lopen er tegenaan. Ben, ja, bij ons, wij hebben gewoon heel duidelijk een stukje vergrijzing binnen het bestuur. Ik ben de jongste. En de rest is echt 65 plus. Dus je hebt ook een wat jongere groep nodig om ook de sociale as en het sociale cohesie in de wijk ook om die optimaal te houden.
voor in het bestuur zelf? Ja, ook in het bestuur. Want als ik kijk naar Facebook, de website, ja, alle respect, maar we krijgen het niet voor elkaar qua tijd. Ja. Plus daar heb je toch een klein beetje kennis van nodig om een website in te vullen en om Facebook een beetje fatsoenlijk bij te houden. Ja. Ja, nou, dat is iemand waar ik zou zeggen van als die morgen om de hoek komt, yes, graag. Dus dat is iets wat ik wel heel graag zou willen. Ja. Maar dat hoeft op zich geen bestuursfunctie te zijn. Nee, in principe niet. Maar het zou wel fijn zijn als je dan ook een stukje, zeker als je gaat kijken naar de wet op de privacy en dat soort dingen, dat mensen ook wel weten wat ze aan het doen zijn. En ik denk dat bestuurlijk komt er ook informatie en ook die wil je delen. En nu heb je daar niet altijd de tijd en de mogelijkheden voor. Ja. En in die zin zou dat wel fijn zijn, Peter. Ja, wij hebben het geknipt. Wij hebben iemand die inhoudelijk voor de website zorgt. Dus wij schrijven zelf de artikelen. Maar we hebben een webmaster die zorgt voor de plaatsing en de vormgeving. Dus dan hebben die twee functies gescheiden. En daar gaat het wel. Ja, dan kun je zelf splitsen. Ja, bij ons is het zo dat wij wel vrijwilligers hebben die de website en social media vullen. En de wet op de privacy, dus, daar hebben wij gewoon, dat heb ik geregeld, zeg maar. Maar daar is eigenlijk gewoon één brief sturen naar iedereen die tekent dat. Zet je in de map en klaar. Dus zoveel werk is dat niet. Maar het is wel belangrijk dat, dat social media voor ons, in onze tak, zijn wij verplicht om dat te doen. Hè? Een lokale omroep moet wel aan een heleboel verplichtingen voldoen. Ja. Dus, en dan heb je wel gewoon daar je mensen echt voor nodig. Ja. En gelukkig hebben we die, maar we hebben buiten die kunnen we heel veel mensen gebruiken natuurlijk, net zoals jullie allemaal. Ja, maar in het bestuur ook, Inge? In het bestuur ook. We hebben wel het hoofdbestuur, dat is wel gewoon volledig bezet. We hebben zelfs een nieuwe secretaris, nou, die is nog niet geïnstalleerd, maar die komt er wel. En onze huidige secretaris die gaat een stapje terug doen en die wordt dan bestuurslid. Dus, maar bestuursleden kunnen wij als vrijwilliger zeker gebruiken. Ja. Peter, en jullie ook? Graag. We zouden nog voor marketing, PR-achtige activiteiten zouden we nog een bestuurslid kunnen gebruiken. Maar op zich kan dat ook gesplitst worden. We zijn nu met vier. Een vijfde zou prettig zijn. Ja. Nou is het wel zo, moet ik er even bij zeggen, dat degenen die het bij ons dus social media en de website doen, die doen ook nog heel veel andere dingen. Dus we hebben wel multifunctionele vrijwilligers. Ja. Ja. Waar heel veel druk op komt natuurlijk. Dus, dus wij hebben dat soort mensen natuurlijk ook, kunnen we altijd gebruiken. Ja. Altijd. Ja. Je hebt eigenlijk altijd nooit genoeg, hè? Nee. En dat maakt het misschien ook wel interessant voor vrijwilligers. Dat, dat het niet eentonig werk is. Helemaal niet. Bij Omroep Dommeland kun je gewoon meerdere dingen doen tegelijk. Of die doet dat op dat moment en dan weer eens dat. Dus het is heel divers. Ja. En daar maakt het dan ook dat het niet saai wordt natuurlijk. Ja. Nou is het wel leuk, want dan zit ik hier met jullie te praten. Dan hoor ik ook wel zo tussen neus en lippen door van ja. Maar vrijwilligers, die maken ook wel een hoop kapot, want die, daardoor ben ik mijn baan kwijtgeraakt, vooral in de zorg. Is natuurlijk wel. Ik weet het niet. Kijk, het is wel een thema dat wij komen uit de verzorgingsstaat. Ja. En we gaan toe naar de participatiesamenleving. Mm-hmm. En dat betekent wel dat vanuit de overheid, landelijk, maar ook lokaal, heel veel functies die vroeger door betaalde krachten werden gedaan, zijn geschrapt. En is het dus harde noodzaak om vrijwilligerswerk te hebben en te doen. En, omdat de maatschappelijke behoefte wel blijft bestaan. Ja, die blijft bestaan. Terwijl dus, de overheid het weg saneert, blijft die maatschappelijke behoefte wel bestaan. Ja. Dus gaat het anders ingevuld worden. Ja. En krijg je dan met onbetaalde mantelzorgachtige dingen te maken. Dus ik heb niet het idee dat wij betaald werk, we vervangen het wel, maar het is niet zo dat wij mensen uit de markt drukken, want het werk is er niet meer en zeker niet betaald. Het was al van tevoren, hè? Dat was van tevoren weg moesten. Ja, was het betaald werk ja. En de overheid trekt zich terug en nu moeten vrijwilligers het doen. En dat vind ik ook wel een lastig punt, dat in toenemende mate vrijwilligers heel belangrijk werk moeten doen, wat vroeger door andere en betaalde krachten werd gedaan. En dat maakt de last groter. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Elisabethsdaal. De keuken. Ja. Ja. Dat waren betaalde krachten. Ja. Maar doordat er financieel zeg maar een haalbaarheidsfactor die niet haalbaar was, hebben ze dus besloten om dat op te heven. Maar die mensen die daar
Op de heffen. Op de heffen. Maar die mensen die daar dus wonen, die zijn dan eigenlijk wel de pineut, zal ik maar zeggen. Ja, die zijn de dupe. Ja. Die zijn er de dupe van. Nu willen ze het opvullen met vrijwilligers. Ja. Dus dat doen ze nu ook eventjes. Maar daar moeten ze wel aanpassingen voor doorvoeren. Want het is niet meer twee keer op een dag eten. Het is bijvoorbeeld alleen nog maar 's middags. Ja. En ze proberen daar wel oplossingen voor te vinden. En ook met de gemeente samen en met Sint-Jozef samen. Maar het is wel, dat is wel een voorbeeld van een baan die geschrapt wordt en door vrijwilligers opgevuld moet worden. En dat vind ik dan toch ook wel spannend, want dan komt er ook een stukje verantwoordelijkheid bij. Hè? Ja. Ik bedoel, ik zeg dat je vroeger de zorg ook, hè, nou moet je, vroeger dan had een verpleegkundige veel meer tijd, ook voor de patiënten ook. Ja. Nou komt er een vrijwilliger, dat is maar heel fijn. Ja, waar houdt het op met de verantwoording? Hè? Want het is nogal wat, hè? Wat je moet gaan doen als vrijwilliger. En dat vind ik dan ook wel heel spannend om te zeggen, nou, dat ga ik wel doen. Ja, dan snap ik wel dat ik eerder toch ga schroeven. Als voorzitter, en dat zal Inge ook hebben, en Bernadette denk ik ook, en u ook waarschijnlijk, of Leo ook in Miramar. Je bent wel hoofdelijk aansprakelijk vanuit je bestuursverantwoordelijkheid. Je moet er dus voor zorgen dat risico's die gelopen worden, waar anderen aan het werk zijn, dat daar de juiste maatregelen voor getroffen worden. Ja. En als het niet geregeld is, komen ze bij jou langs om tegen jou te vertellen, te zeggen dat het niet goed geregeld was en dat jij het niet goed gedaan hebt. Ja. Nou, daar zijn gelukkig verzekeringen voor, maar dat is wel iets waar je dus gewoon voor moet betalen om dat af te kopen. Nou, dat doe ik niet zelf. Dat betaal ik ook niet zelf. Nee. Maar dat doet de stichting. Maar eigenlijk is dat van de zotte. Maar het moet wel geregeld worden. Ja, je moet het wel regelen. Maar je moet het wel regelen. Ja. Anders. Want stel nou dat je als vrijwilliger. Ja, ik ben nou eventjes alles even. Advocaat van de Duitsers. Even aan bekijken hoe het zit. Maar stel nou als vrijwilliger. En je breekt op je vrijwilligerswerk een been. Ben je verzekerd door de gemeente? Ja. Okay, er is een vrijwilligersverzekering van de gemeente. Een aanvullende, hè? Ja, een aanvullende. Dus iedereen is sowieso verplicht verzekerd voor ziektekosten. Ja, wij hebben als stichting ook nog een verzekering voor onze vrijwilligers. Ja. Ja. Op het moment dat zij hier aan het werk zijn en bijvoorbeeld iemand, wat ik hopelijk nooit gaat gebeuren, iets geven waar mensen ziek van worden of wat dan ook, omdat je natuurlijk ook een stukje horeca hebt. Oh ja, natuurlijk. Ja, stel dat er iemand ziek van wordt, stel dat er iemand een allergie heeft en jij weet het niet. En jij geeft iemand toch een product. Ja, die verantwoordelijkheid wil je ook niet bij je vrijwilligers leggen. Daar zijn ze ook voor verzekerd. Ja, wettelijke aansprakelijkheid. Ja, want vroeger als je in de keuken werkt en zeker als je dan zelfstandig op dat moment het runt als vrijwilliger dan moest je gewoon café, hè, met horeca, maar je moest ook sociale hygiëne hebben als diploma. En nou is daar zo'n gastvrouw toch wel aan het werk en is dan toch ook... Dan is dat wel goed geregeld. Ja. Dus hij hoeft er eigenlijk geen zorgen te maken. Nee. En als iemand nou bijvoorbeeld met behoud van een uitkering vrijwilligerswerk gaat doen. Kan niet aan werk komen. En die denkt, ik wil toch een paar dagen in de week, een paar ochtenden. En die overlegt dan met haar coach, met haar instantie. BSD, pijnburgerreintegratiebureau. Dan kan dat wel, als ze goed kunnen krijgen. Maar stel dat ze nou een ongeluk krijgt. Ja. Ze breekt weer dat been. Ja. Dan is de werkgever op dat moment aansprakelijk. Want het is altijd op basis, als je zo'n situatie hebt, op basis van een detachering. Dus dan blijft de werkgever aansprakelijk. Maar goed, je moet de dingen wel goed regelen. Ik als vrijwilliger hoef mij dan geen zorgen te maken, want jullie hebben het goed geregeld. Ja, maar je moet wel een overeenkomst hebben dan. Ja. Ja. En die overeenkomst, die stuur je dan ook weer naar de instantie waar je... Je uitkering of werkgever. Ja. Je moet het wel open en eerlijk spelen en ook zeggen Maar heb je dat niet? Dat je daar ook gewoon geen inkomsten op uitkrijgt en zo, kun je dan ook op vragen. Dat krijg je dan ook van onze stichting. Maar heb je dat niet? Hè? Ik ben pensioen, hè? Ik heb een pensioen en ik ga net zoals jij, Leo, toch werken. Dan is dat niet. Hè? Dan kan ik gewoon lekker gaan werken. Tuurlijk, Maar die vrijwilligersovereenkomst, die blijft. Die moet je wel altijd. Ja, moet altijd. Ja, altijd. Want anders dan kan je ook geen aanspraak maken als er iets gebeurt op de werkvloer. Dan kan je niet zeggen, oh ja, maar ik ben vrijwilliger van Omroep Dommeland. Dus, en nu is er iets gebeurd. Kom maar. Nee, er moet een overeenkomst zijn tussen de stichting en tussen de vrijwilliger. Ja. En dat is sowieso bij ons verplicht. Maar niet alleen bij jullie hier. Nee, denk overal. Ja.
Je bent maar nou een is het, maar ik heb daar verder geen gedoe mee als vrijwilliger. Waarmee? Ja, met al die overeenkomsten die ik moet tekenen. En nee. Dat is niet, hè? Nee. Het is gewoon duidelijk en je kunt gewoon lekker als vrijwilliger aan de gang. Ja, er staat gewoon eigenlijk in dat je als op vrijwillige basis bij de stichting aan de gang gaat. Ja, aan de gang gaat. Ja. Ik heb nog een vraag. Hebben jullie eigenlijk een soort van personeelsbeleid, Bernadette? Wij hebben een coördinator over de vrijwilligers. Die gaat ook als vrijwilligers zich aanmelden in gesprek, samen met een ander bestuurslid. En die ook te vragen van, nou, wat wil je als vrijwilliger? Wat kunnen wij voor jou betekenen? En die hebben ook na 3 maanden een evaluatie met die vrijwilliger. En die plannen ook de vrijwilligers in. Dus die is er wel degelijk bij ons aanwezig. Oké, en bij jullie, Leo? Ja, eigenlijk vergelijkbaar. Ja. Dat geldt voor Marieke en dat geldt voor mij. We hebben ook veel ervaring toen we nog werkten in dit soort dingen. Dus inderdaad, een intakegesprek, tussentijds gesprek, evaluatie als het nodig is. Dus we doen wel een aantal dingen. We hebben niet grootschalig beleid, want we zijn een vrijwilligersorganisatie. Dus het is meer het in de dagelijkse praktijk goed doen dan dat we een hele papieren organisatie hebben. Ja. En bij jullie? Ja, bij Stichting Omroep Dommeland is het zo dat alle vrijwilligers die krijgen eerst een gesprek. En dan kijken we wat de vrijwilliger wil, waar zijn behoeften liggen, wat zijn goal is, zeg maar. En dan hebben wij een hoofdredacteur, die hebben wij wel een gedeeltelijk, wordt die betaald. Dus niet in dienst, maar als ZZP'er. Mm-hmm. Hebben we echt nodig, zijn wij ook verplicht als lokale omroep. En een ander gedeelte, dat is ook een stuk vrijwilliger wat hij doet. En die begeleidt dan eigenlijk verder die vrijwilliger. Of die zet het weer uit naar een coördinator of naar iemand die met die vrijwilliger als coach zeg maar aan de gang gaat, om het zo maar even te zeggen. Ja. Oké, Peter en jullie? Wij hebben geen hard beleid. We hebben wel een aantal richtlijnen waar we ons aan houden. En dat is dat we sowieso altijd een intake doen. He, een intakegesprek. Ja. Een soort van screening. In de vorm van, nou, heb je geen gekke dingen gedaan in het verleden? En vorm je geen risico voor de andere vrijwilligers? Dat monitoren we ook. He, dus continu is er wel iemand aanwezig. Dat is die coaching weer. Ja. Die toetst of die persoon ook daadwerkelijk geen risico vormt voor de andere vrijwilligers. Okay. En anders is het gewoon exit. Jammer, bedankt, maar je bent niet welkom. Of dat hij zich ook wel houdt aan de afspraken die we met je gemaakt hebben over bijvoorbeeld aanwezigheid en beschikbaarheid. Ja. Als je die niet nakomt, krijg je een waarschuwing, zo niet, en je houdt je daar niet aan, ja, dan hebben we je op een gegeven moment ook niet meer nodig. Want dan kunnen we niet meer op je rekenen. Nee. Dus dat zijn wel elementen waar we naar kijken. Maar echt een snoeihard personeelsbeleid. Nee, we hebben geen HR-functionaris. We hebben ook geen medewerkers. We hebben vrijwilligers. Dus we hebben zeg maar wel een aantal uitgangspunten. Ja. Maar niet echt een snoeihard HR-beleid. Zeg maar. Als je met vrijwilligers werkt, heb je een hele andere organisatie als dat je een organisatie met beroepskrachten hebt. Ja, veel zachter. Ja. Het is softer. Veel zachter. Het is inderdaad anders georganiseerd. En het is heel erg belangrijk om zeg maar je vrijwilligers te koesteren, want zij doen het voor jou, zij komen op vrijwillige basis en zij zijn het kapitaal van je organisatie, dus ze zijn heel belangrijk. Ja. Dan wil ik nog even heel snel van jullie, heel snel even voor de camera zeggen waarom dat jullie zo graag naar vrijwilligers willen. En dus je mag als je wil, Bernadette, eventjes. Ik zou iedereen die het leuk vindt om iets voor een ander te betekenen in een, toch in een horecavorm. Mensen wil ontvangen, een stukje sociaal bezig wil zijn, uitnodigen om contact met ons op te nemen. Wij zijn, iedereen is welkom, van jong tot oud. En we hebben gewoon een hele leuke organisatie, waar we heel blij zijn met alle extra handjes die we kunnen vinden. Bernadette, en waarom kunnen ze contact mee opnemen? Ze kunnen rechtstreeks contact opnemen met Rots. En dan kunnen ze vragen naar Annelies of naar Rien. En dan komt dat helemaal goed. Leo? Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers en mensen die iets kunnen en dat graag ook overbrengen aan anderen, zijn van harte welkom. En als je dus iets bijzonders kunt, laat het ons weten en dan starten we met jou een groep en dan zoeken we mensen daarbij. Dus het is heel leuk om bij het hobbycentrum te werken als vrijwilliger. En ze kunnen terecht met een brief naar het hobbycentrum? Ja, met een brief. We hebben de site www.hobbycentrumbokstel.nl, dus daar kun je op kenbaar maken dat je iets wilt als vrijwilliger. Dus, Dankjewel. Inge? Ja, wij zoeken dus ook allerlei vrijwilligers. Wil je hobbymatig of wil je je eigen professionaliseren bij een lokale omroep?
dan meld je vooral aan. Wij kunnen cameramensen gebruiken, editors, redactieleden, maar ook iets in ICT en social media. Dus wij kunnen iedereen gebruiken, van jong tot oud. Dus meld je vooral aan. En dat kan door op de website te kijken, www.omroepdommeland.nl. En anders kun je een mailtje sturen wat je op de website vindt. Maar ik zal het toch maar even zeggen, dat is info@omroepdommeland.nl. Zo, dankjewel. Peter, als laatste. Als je bestuurlijk of gewoon lekker met je handen in de klei op de kleine aarde wil werken, kom dan langs. Wij zijn de voedseltuin en wij hebben altijd mensen nodig. Van het voorjaar tot het najaar. Mensen die, zeg maar nogmaals, komen helpen schoffelen of komen helpen planten. Of iemand die van marketing en PR iets weet. Of die goed is in mensen coachen. Want dan hoef je nog niet eens goed te kunnen tuinieren. Maar we hebben wel iemand nodig die gewoon ook goed mensen kan coachen. Kom dan alsjeblieft langs www.voedseltuinbokstel.nl. Ik wil iedereen aan tafel bedanken voor dit leuke en mooie onderwerp. En ik hoop dat er ontzettend veel mensen op afkomen. Want ik vond het echt heel leuk om jullie te ontmoeten. En ik heb heel veel respect voor alle mooie dingen die jullie doen. Dank je wel.